In de mobile school context, waar dat ze constant in crisis zitten op straat, zijn ze ook helemaal aangewezen op zichzelf. Er is weinig ondersteuning, zeker al niet vanuit een overheid. Hier en daar is er misschien een NGO'tje of een sociaal project dat wat steun geeft. Maar het gaat vooral over zelfzorg. De vraag is, neemt het belang aan zelfzorg bij ons ook toe in deze context van crisis, Bram? Wat zegt de wetenschap? Ja, het is goed dat je vraagt wat zegt de wetenschap, want je kent mij, Arnoud, ik ben niet het beste voorbeeld van zelfzorg. Hè. Ik heb trouwens ook een beginnend nektapijt daarvoor. Dus wat is zelfzorg? Het bestaat uit 3 componenten. Het is eigenlijk aanvaarding, motivatie en capaciteit. Aanvaarding wil gewoon zeggen dat een individu aanvaardt dat hij of zij in het voor zichzelf zorgen een verantwoordelijkheid heeft. Zo simpel is het. Motivatie is, ja, ik kan aanvaarden dat ik zelf een verantwoordelijkheid heb, maar ik moet natuurlijk ook willen daar iets mee doen. Dat is gewoon de motivationele component van zelfzorg. En het derde is dat het de capaciteit moet hebben, dat het natuurlijk op een goede manier moet kunnen doen. Dus acceptatie, motivatie en capaciteit zorgen ervoor dat iemand zichzelf verzorgt. En de voordelen van zelfzorg zien we eigenlijk in 2 soorten onderzoeken. Eerst en vooral medisch onderzoek, omdat, en ik denk dat ongeveer 80% is van de problemen die wij op het vlak van gezondheid ervaren, kunnen niet behandeld worden door bij een medische professional te gaan. 80%, ja. Dus dat wil zeggen, als ik rugklachten heb, dan kan ik natuurlijk naar een dokter gaan voor een verdict. Ik kan naar een kinesist gaan voor een kleine beginnende behandeling. Maar om die problematiek van mijn rug volledig uit te sluiten, zal ik ook thuis mijn oefeningen moeten doen. En dat gaat vandaag sowieso belangrijk worden. We zitten met de vergrijzing van de bevolking. Wij hebben zelfs gewoon niet de medische capaciteit om ervoor te zorgen dat wij mensen weer gezond krijgen. Ze gaan het ook een stuk zelf moeten doen. Dat is 1. Tweede voordeel zien we in leiderschap. Ik zal geen verrassing vertellen als ik zeg dat we heel veel burn-out zien of stressgerelateerde klachten op het werk. Wel, er is alvast een paar onderzoeken die uitwijzen dat als je een leidinggevende hebt die zelf aanvaardt, gemotiveerd is en de capaciteit heeft om voor zichzelf te zorgen, dat hij niet alleen zichzelf beter kan leiden, maar dat hij sowieso ook zijn medewerkers gaat stimuleren om ook hun eigen zelfzorg beter in handen te nemen. Dus dat is ook weer een positief effect. Dus dat is het goede nieuws. Maar, er is een maar. Ja, sorry daarvoor. Eigenlijk zijn er 2 maarkes. Het eerste is dat we heel vaak zelfzorg vandaag de dag, door de populaire literatuur ook en door de populaire filmpjes, reduceren tot bijvoorbeeld me-time. Het is eigenlijk het fotootje van het glasje kava met de hashtag me-time die mensen associëren met zelfzorg. En dat is een veel te beperkte insteek van zelfzorg. Gewoon af en toe de riem eraf halen. En het tweede probleem is dat we door, en het zit in de naam zelf, zelfzorg, dat we door dat te gebruiken, het woord zelfzorg, dat we misschien wel ook iets te veel de verantwoordelijkheid gaan leggen bij het individu. En zelfzorg is niet alleen, en ik wil dat zeer duidelijk benadrukken, een individuele verantwoordelijkheid. Hoe raar dat misschien ook mag klinken. Dus om goed aan zelfzorg te doen, moeten we breder kijken dan me-time, dat is 1. En 2, we moeten het zetten als een concept dat breder gaat dan individuele verantwoordelijkheid. Weten hoe je dat doet, Arnoud? Vertel. Houd u vast, jij ook, Polle, want ik heb op basis van het onderzoek zelf een afkorting gemaakt. En die luidt... CARE. CARE. De C van CARE staat voor condities. Als je aan zelfzorg wilt doen, dan moet je natuurlijk je omgeving een stuk proberen beïnvloeden, de condities scheppen. En dat is een stuk een persoonlijke verantwoordelijkheid. Als ik bijvoorbeeld minder wil drinken, dan is het beter om ook minder drank in huis te hebben. Dat spreekt voor zich. Nu, ook wij als maatschappij of als politiek hebben daarin een verantwoordelijkheid. Want als ik minder drank in huis haal, maar ik kijk wel elke morgen uit mijn raam op een reusachtige gesponsorde campagne van Bacardi Colas, laat mij zeggen dat de temptation dan wel ietsje hoger gaat oplaaien. Dus condities gaat over, kan ik zelf mijn omgeving beïnvloeden? Maar ook een stuk neemt de maatschappij haar verantwoordelijkheid om de omstandigheden te creëren waarin dat mensen voor zichzelf kunnen zorgen. Dus dat was de C van CARE. 2, de A staat voor
awareness. Awareness gaat erover, hebben mensen genoeg kennis en inzicht om de juiste dingen te doen? Als het bijvoorbeeld gaat over beweging, dan is het zeer zinvol dat mensen weten dat minstens 10.000 stappen per dag zetten bijdraagt tot een betere zelfzorg. In onderzoeken bijvoorbeeld naar patiënten en een bepaalde pathologie gaan dokters daarom ook vragen, meneer, mevrouw, hebt u iets gelezen over uw ziektebeeld? Omdat dat toont op een stuk awareness, betrokkenheid, het weten. Ook de overheid heeft daar weerom een belangrijke taak. Kijk naar de coronacrisis. Als mensen niet weten wat een gezonde afstand is, ja, dan kunnen ze maar wat proberen. Of mondmaskers helpen. Of mondmasker, ja, inderdaad. Hè. Dus anderhalve meter, al dan niet mondmasker. Waar draag ik dat mondmasker? Dat is allemaal rond awareness. Weerom een gedeelde verantwoordelijkheid. Hè. En dan hebben we nog de RE van CARE. En dat is eigenlijk de reactie. Wat zijn de acties die mensen stellen? En wat onderzoek daaruit wijst, en dat spreekt een beetje voor zich, is dat het beter is om dagelijks veel dingen te doen dan om een groot actieplan te maken, daar u dan 2-3 keer aan te houden en het dan stop te zetten. Eigenlijk is dat nogal logisch. Als jij 10 minuten per dag buikspieroefeningen doet, dan heb je op 365 dagen, let op het wiskundig model hierachter, 3650 minuten buikspieroefeningen gedaan en pollen, aanschouw deze kathedraal. Als je maar één keer naar de gym gaat, heb je misschien een uur buikspieroefeningen gedaan, maar als je na 3 keer gaand stopt, heb je 3 uur per jaar. Regelmaat. Regelmaat en kleine acties. En ik denk dat daar de overheid ook wel een rol in kan spelen, of een samenleving, is dat we mensen helpen met hapklare brokjes. Welk gedrag willen we van hen stellen? Dus CARE, samengevat, condities, het klimaat creëren, awareness, kennis en bewustzijn verhogen, en de RE van reaction, de juiste kleine acties voorschrijven. En haalbare ambities waarschijnlijk ook. Ja. Niet onmiddellijk de marathon of... Absoluut. Hè. Eigenlijk is het raar om te zeggen, maar leg de lat lager voor verandering. Nu, ik zou Bram niet zijn, moest ik niet willen beëindigen met de uitsmijter van de week. Zijn jullie er klaar voor? Helemaal. Aangezien dat we toch over zorg bezig zijn, welke salade helpt er tegen jeuk? Allee, jongens. Krabsalade. Tot een volgende keer.